naam is Rob van Dijk en ik sta hier bij de Rijnbergerstraßenbahn. Dat is een model trambaan die mijn zoon heeft gemaakt. Hij is daar 10 jaar mee bezig geweest om dat te bouwen, dat model. En het is inmiddels helemaal perfect. En het is volledig geautomatiseerd door middel van een computer. En er is eigenlijk geen omkijken naar. De baan gaat volledig zelfstandig. Wat u op de achtergrond ziet, dat is het zogenaamde schaduwstation. Dat is de voorraad van alle trams die één voor één naar voren gaan en daar een rondje maken. Ik wil maar dat gewoon even kijken. Niet te veel dieper, maar 60 bar 120 past vrij. Mijn naam is Freddy Koenen. Ik ben woonachtig in Melick in Midden-Limburg. En ik ben trotse eigenaar van deze modelbaan. Het is een baan die gebouwd is naar het voorbeeld van de Southern Pacific in Arizona in Amerika. Het speelt allemaal ongeveer in het tijdperk 1978-1980. En mijn baan die is gebouwd als voorbeeld van een rangeerterrein in Phoenix, Arizona. Het is geen bestaande werkelijkheid, het is puur en alleen fictief. Maar ik heb geprobeerd de sfeer uit dat tijdperk zo goed en zo kwaad mogelijk na te bouwen in model. Wat u hier ziet op mijn baan, dat is op de locomotieven en de wagons na allemaal eigen bouw. Dat wil zeggen, er zijn geen bouwpakketten of bouwdozen gebruikt. Ik heb hier en daar wel eens wat onderdeeltjes geleend uit een bouwpakket. Maar het meeste spul wat hier gebouwd is, is uit eigen koker ontstaan. Mijn naam is Paul de Groot en heel lang geleden zag ik op YouTube een klein filmpje van een trein in Thailand. En toen dacht ik, wat in het echt kan, moet in model ook mogelijk zijn. En toen ben ik begonnen met huisjes te bouwen. En daarna ben ik heel langzaam heb ik de servo's erin gebouwd. En de Marktspoorweg in Thailand draait nu hier in Rijswijk in model. Nou, alles in Mahagaya, zoals ik mijn modelspoorbaan noem, is bijna allemaal zelf gemaakt. Behalve de trein en de elektronica, die heb ik daar voor aangeschaft bij de verschillende firma's in zowel Europa als in Amerika. Dat is wel een heel gezellig nieuws. Ja, hè? Ik ben Gerard van der Weijer. Ik assisteer de heer Haans met de baan Kalunga. En ik demonstreer van hoe je op een klein oppervlak toch een modelbaan kunt bouwen. En ik ben op dit moment bezig met mijn kleine huisjes voor mijn nieuwe baan hier op deze beurs te demonstreren hoe je dat moet maken. Ik ben Leo Bettonviel, ik ben modelbouwer. Ik bouw voor mijn hobby. Ik ben op dit ogenblik bezig met het bouwen van een baan, een modelbaan. En daarvoor heb ik kleine figuurtjes nodig. En die kleine figuurtjes die heb ik in de grondverf gezet. Het zijn figuurtjes in een schaal 1 op 87. En dit zijn, die figuurtjes stellen miners voor, op de Amerikaans, goudzoekers. En ze zijn ook voorzien van een pannetje. En dat pannetje dat wordt gebruikt om zand wat uit de rivier wordt gehaald, te zeven en te kijken of daar goud in aanwezig is. Waar ik hiermee op de beurs sta is een wat we noemen een micro layout. Hè? Dus zo klein mogelijk een baantje wat volledig functioneert en waar een treintje op kan rijden op een halve vierkante meter maximaal. Dat is een uitstekende manier als je wilt beginnen met modelbouwen, je hebt een modelspoorbaan, om je techniek te oefenen. Mijn naam is Koen Delissen, ik ben voorzitter van de Haagse Modelbouwclub, gevestigd op de Tarwekamp 3 in Mariehoeven. We staan hier gelukkig weer op de beurs, we hebben een jaartje overgeslagen.
Maar we staan hier met een 9 meter lange modulebaan, gebaseerd op de Hofpleinlijn. En de kenners onder u weten, de Hofpleinlijn liep van de Hofplein vroeger naar Scheveningen toe. En daarover liep natuurlijk in vroege jaren de blokkendoos die ook hier overheen loopt. Hij is nog niet helemaal klaar, de baan, maar ik voorspel dat volgend jaar ziet u hier een aantal treinen ziet u hier lopen. Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat het allemaal gaat worden, maar het feit dat we hier zijn, dat doen we met heel veel plezier. We zeggen altijd, we houden van onze hobby. Ja. Mijn naam is Wilco Steenbergen en wij staan hier voor de baan Fantasia Zoo. Het is een dierentuinbaan wat we gebouwd hebben. Wij hebben altijd naar dierentuinen geweest. Ik werk zelf bij het spoor, dus ja, 1 plus 1 is 1 bij deze. Dus we hebben dus zodoende een dierentuinbaan gebouwd met een treinbaan erin. Wat wij zelf gedaan hebben, ja, dat is de huisjes maken. Er staan wat dingetjes, zoals die kop, dat is van een aquarium af. De locomotiefjes hebben we allemaal zelf omgeschilderd, omgebouwd. We zijn gisteren hier gekomen, dus op vrijdag. En we bouwen ongeveer in een 5,5 uur hebben we deze baan opgebouwd. We vervoeren het in kratten. Het zijn allemaal losse modules. Van 1,20 bij 60 centimeter. Het staat bij ons thuis, staat het ook gewoon op, dus wij kunnen thuis ook rijden. Alleen dan hebben wij hier het laatste gedeelte. Vanaf hier zit een scheiding. Dit gedeelte blijft dan thuis staan, of in de schuur staan. En de rest zetten wij boven neer op zolder en dan kunnen we gewoon op zolder ook rijden. Ik ben Hans Helge, ik ben 68 jaar en ik rij Amerikaans. Dat doe ik samen met mijn zwager. We hebben ieder thuis een modulebaan, een vaste baan in huis. En op een gegeven moment dachten wij, het is leuk om met een modulebaan de boer op te gaan. Zodat we ook het publiek kunnen laten meegenieten. Dat is een Amerikaanse baan geworden. We wilden eerst een baan maken, een point-to-point baan. Dat wil zeggen dat je heen en weer rijdt. En later dachten wij van het is ook wel prettig als wij een baan hebben die rondrijdt. Zodat we zelf in het midden kunnen staan. Publiek aan de buitenkant. We hebben de baan wat lager gemaakt als standaard. Omdat we vinden dat de kinderen ook moeten kunnen kijken. Mijn zwager die rijdt meer met locomotieven rond de jaren 30. Mijn specialiteit is de jaren 50, 60 met een uitloper naar 70, 80. Ik ben Ronald Heijnen. Ik ben een van de oudste leden van Modelspoorclub Veluwezoom. Modelspoorclub Veluwezoom is meer dan 35 jaar geleden opgericht. De eerste jaren zijn we huis aan huis bij elkaar gekomen. Maar op een gegeven moment begon toch het een beetje te kriebelen om ook een clubbaan te gaan bouwen. Maar zoals het veel verenigingen afgaat, konden we geen eigen clubruimte krijgen. En dat is eigenlijk tot nu toe nog steeds niet gelukt. Daarom hebben we toen het besluit genomen om in modules te gaan werken. Maar op een gegeven moment is dat toch behoorlijk uit de hand gelopen. Het is toen op een gegeven moment uitgegroeid tot een Duits-Zwitserse baan. Na verloop van tijd hebben de mensen, de eigenaren van de Zwitserse modules besloten om voor zichzelf een eigen nieuwe baan te gaan bouwen. Toen bleef dus eigenlijk het Duitse gedeelte over. En we vonden het met een klein groepje zonde om dat toch af te gaan breken. Dus hebben we besloten om dat eigenlijk te gaan renoveren. Zeg maar een soort versie 2.0. En weer verder uit te gaan bouwen.
Nou, het resultaat is eigenlijk wat hier staat. En wat hier staat is ongeveer van deze baan 2/3 van wat we in totaal van deze baan hebben. Deze baan is nog analoog. Alles wordt met de hand bediend. Elke locomotief wordt gewoon met de hand bediend door middel van slimme schakelingen.